Hi allemaal, het is weer tijd voor 10 minuten Q-time met Jelena. En vandaag zit ik met de ambitieuze Surinamer. Ik ga direct zeggen dat het ook een topsporter is. En als je het mij vraagt, gaat hij Suriname echt op de kaart zetten met zijn prestaties. What we need is a little Q-time. Naast mij zit vandaag Rendel Haakmat. Hi. Kom, je bent bij ons. Je bent bij mij. Rendel Haakmat. Een ambitieuze Surinamer. Yes. Maar wat doe je? Wie ben je? Vertel me, ik wil alles weten. Rendel Haakmat is een jonge Surinamer. Ik ben geboren in Suriname en ik ben vanaf 2018, eigenlijk mijn hele leven lang ben ik atleet geweest, maar vanaf 2018 ben ik bodybuilding atleet geweest. Ik ben begonnen in Suriname als mensfysiek. Dat is een klasse waar je een beetje kleiner ben dan een normale bodybuilder, wat je normaal zou zien voor je. En dan ben ik daarna verder gegaan tot waar ik nu ben. Kijk, dus okay. Die grote lijnen. Ik ken je niet zo goed, dus waar ben je nu? Wat doe je nu? Vertel, ik wil echt weten, want je bent een topsporter, dat heb je me verteld. Maar ben je een kampioen? Ben je gewoon bezig? Vertel me. Wel, ik ben momenteel... ben ik Centraal-Amerikaans en Caribisch kampioen in classic fysiek. Ik ben ook semi-kampioen van de Roger Boys Elite Pro Classic. Dat is een profwedstrijd. En wat gebeurt er daar precies? Dat is weer een heel verhaal. We hebben 10 minuten maar verteld. Ik ben begonnen in Suriname, zoals ik zei, mensfysiek. Maar dat is 2018. Nu ben ik echt gefocust op bodybuilding. Momenteel ben ik nog steeds een B-klasse kampioen en tweede plek classic fysiek. En ik had ook meegedaan in de A-klasse en daar heb ik de tweede plek behaald. Dat was vorig jaar in november. Maar daartussen ben ik wel gegaan naar Barbados, waar ik dan heb geprobeerd en succesvol geprobeerd heb om mijn profkaart te behalen. Ik heb daar de Centraal-Amerikaanse en Caribische kampioenschappen gewonnen. In classic fysiek. En daar heb ik mijn profkaart behaald. En ik ben ook tevens de jongste Surinamer die zichzelf prof bodybuilder kan noemen. En dan vraag ik denk zeker dat mensen gaan vragen, wat is een prof bodybuilder? Ja, dat is mijn volgende vraag meteen. Een prof bodybuilder is eigenlijk een bodybuilder die nu, dus als prof, zijn carrière kan gebruiken om geld te maken. Daarvoor doe je mee aan amateurwedstrijden en er zijn geen geldprijzen. Maar als prof bodybuilder ga je dan, je gaat je dan aansluiten bij de Internationale Federatie van Bodybuilding en Fitness. En je krijgt dan een profkaart en je mag jezelf dan een professionele bodybuilder noemen. Dat is een profkaart. Oké, dus we zitten echt niet alleen met een ambitieuze Suriname, we zitten met een prof bodybuilder. Yes. Oké, een prof bodybuilder in Suriname, dat is niet te... Ik denk dat het makkelijk gaat om... Prof in Suriname, of lukt dat aardig? Niet jokken. Niet jokken vinden we niet leuk hier. Het is natuurlijk een challenge. Overal in de wereld gaat het een challenge zijn, maar in Suriname veel meer. Ook gezien de economische situatie in het land. Alles is duur. Weet je, en dit is geen goedkope sport. We eten veel. Weet je, we hebben heel veel uitgaven. En met deze prijzen... is het eerlijk gezegd moeilijk om het alleen te doen. Daarom leg ik vaker, wanneer ik posts maak op mijn page en zo, leg ik vaker de nadruk ook erop. Dat we halen mooie prestaties, maar we hebben die steun van Suriname vanuit het bedrijfsleven hebben we ook nodig om die prestaties te kunnen neerzetten. Als ik je zou vragen van, wat heb je nou nodig op een dag? Wat eet een prof bodybuilder? Hoeveel keer per dag traint een prof bodybuilder? Wat mag je wel, wat mag je niet? Het hangt helemaal af van wat voor stage je bent daar. Als je bijvoorbeeld pas van een wedstrijd komt, is het meestal gewoon rust. Je lichaam rust geven, dat train je weinig, je eet weinig. Maar de fase waarin ik nu ben, is voorbereiding naar een wedstrijd toe. Dat train je meer, dat train je meestal 2 keer per dag. 'S morgens doe je je cardio en dan in de middag doe je je krachttraining. Het verschilt van persoon tot persoon. Maar ik persoonlijk, ik eet ongeveer 7 tot 8 maaltijden per dag.
Ze zijn wel niet gigantisch hoor. Maar 7 tot 8 maaltijden per dag wel uitgerekend met koolhydraten, eiwitten, vitamines en al dat soort dingen zijn uitgerekend per maaltijd. En het bestaat meestal uit vis of vlees, rijst, aardvruchten en sowieso groenten erbij. En dan moet je dat allemaal zelf maken of wordt dat dan voor je klaargemaakt? Ik kies ervoor om mijn eten zelf te maken. Omdat ik dan ook precies weet wat ik erin zet, mijn hoeveelheden, weet je. Ik ga niet zeggen dat ik mensen wantrouw, maar weet je, je vertrouwt jezelf wel altijd beter. Ik begrijp het. Weet je, ik ben echt iemand, if you want something done right, you have to do it yourself. Oké. Daarom zit je dus ook hier, want als ik goed naar je heb geluisterd, is het niet makkelijk om een prof bodybuilder te zijn. En ik ga ervan uit dat je het ook niet fulltime doet. Of ben je op dit moment wel fulltime bodybuilder? Ik wens echt dat ik dat kan zeggen. Mm. In Suriname, geen enkele sport wat je doet, kan je fulltime sporter zijn. Je moet werken om je hoofd boven water te houden. Dus nee, ik werk. Ik heb mijn werk. En ik doe, en ik ben ook student. Dus het is dat alles combineren met een athlete's lifestyle. Oh, het is al nu al een hele prestatie. Oké. Je gaat naar een, of je traint naar een wedstrijd toe. Welke wedstrijd ga je meedoen? Welke competitie volgt? Ik ga dezelfde wedstrijd doen waar ik eigenlijk mijn eerste pro-wedstrijd, de Roger Boys Elite Pro Classic. Dat ga ik weer doen dit jaar. Dat is in Barbados. En het is op 3 juni 2023. Ja. Oké. En wat heb je allemaal daarvoor nodig? Als iemand zou kijken en zeggen van nou, ik zie dat deze jongen of deze topsporter echt wil. Hoe zouden ze jou kunnen helpen? Waar kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze contact met je maken om te kijken hoe ze jou kunnen ondersteunen in deze journey naar Barbados? En gewoon in je verdere carrière als professionele bodybuilder. Ik heb een Facebook page. Dat is gewoon Rendel Haakmaat. Ik ben ook te vinden op Facebook, Instagram. Alles is Rendel Haakmaat gewoon. En ik ben daar te bereiken. Al mijn info, alle accomplishments, alles staat geschreven daar. Ik heb ook een mini-documentaire over mijn loopbaan, over mijn start en waar ik nu ben. Eigenlijk is het al klaar. Het gaat heel binnenkort verschijnen op de tv. En daar kunnen mensen daar ook, hebben ze ook een inside look om te zien van wie is Rendel. En wat neemt het om, weet je, zich voor te bereiden voor een wedstrijd om... Want veel mensen begrijpen bodybuilding niet. Veel mensen... Ik ook niet. Ik vraag me af of voor je doorgaat, ik wil je heel even onderbreken. Is het niet best wel eng om daar zo te staan in die kleine speedo? Of ik weet niet of het een aparte naam is. Iedereen kijkt gewoon naar je naar hele hebben en houden. Van voor naar achter, van kop tot teen. Hoe is dat? Hoe ervaar je dat? Of is het juist het gevoel van, ja, kijk maar, heerlijk. Dus wij mensen toch, die naar de gym gaan. En ja, je mag een beetje braggen. Weet je, we zien er goed uit. Weet je, en je moet je, als je on stage gaat, moet je comfortabel voelen in je vel. We noemen die, wat je speedo's noemt, we noemen ze posing trunks. De regel is 2/3 deel van je lichaam moet bedekt zijn. Dus daarom zijn ze ook zo klein eigenlijk. 2/3 deel van je lichaam moet bedekt zijn. Ja. 2/3 deel, dat... Ja. Als jullie dat 2/3... Oké, continue. Maar de reden daarvoor is omdat... het is een muscle show uiteindelijk. Je wilt zoveel mogelijk van de human anatomy zien met ontwikkelde spieren. Want je kan niet iemand gaan nemen die 6 maanden in de gym is en die persoon is 50 kilo. En dan zeggen je bent ready voor de stage. We willen wel gedefinieerde spieren, wel ontwikkelde, goed afgetrainde spieren willen op het podium hebben. En dat is eerlijk gezegd wat we doen. We trainen hard ervoor, weet je. En we houden een dieet, een heel strikt dieet. Omdat we onze body fat levels ook heel laag moeten krijgen. Anders ga je die definities niet zien. En dan gaan we op het podium. We zetten wat tan op onze lichaam. Alleen om onze huidskleur een beetje donkerder te krijgen. Dat je die definities beter kan zien. Een beetje posingolie. En we zetten een routine in elkaar. En we presenteren ons lichaam op de beste manier dat we kunnen. Oké. Nou. Sorry hoor. Ik probeer het voor me te zien. En
Ik ben één keer geweest en ik vond het best interessant om te zien hoeveel mensen zal gaan. En ook dat ze ook echt intrigued zijn van wat ze zien. Want ik begreep het niet zo goed, maar hoe je het net hebt uitgelegd, it makes more sense to me. En het is geen makkie. En ik wil je alvast... I will applaud you dat je je inzet om deze sport naar hogere hoogtes te brengen. En op zo'n jonge leeftijd. En ik wil je sowieso heel veel succes wensen. En iedereen die kijkt, nogmaals, als je een jonge Surinamer wil supporten in zijn journey om een succesvolle topsportcarrière op te zetten, of op enkele manier mogelijk, financieel of in middelen, want hij zal je dan zelf aangeven wat hij allemaal nodig heeft, ga naar de pagina's van Rendel Haakmaat en maak contact met hem. Nou, Rendel, ik vond het heel fijn dat je bij ons was. En ik ben heel blij dat je me hebt kunnen uitleggen wat het precies inhoudt. En ik wil je echt heel veel succes wensen. En ik hoop dat je ook bij deze ronde als winnaar uit de bus mag komen. Thank you. En we gaan voor het beste. We gaan voor het beste. Nou, bedankt voor het komen. En iedereen die heeft gekeken, dank je wel voor het kijken. En tot de volgende keer. En remember, your time and my time is cue time. De A-klasse is de hoogste klasse wat betreft de nationale kampioenschappen. Je gaat dan tegen de grootste bodybuilders die Suriname heeft staan, de beste bodybuilders. Dus ik wist ook dat ik een stapje verder zou moeten gaan wat mijn lichaam betreft. Dat ik ook een beetje groter zou moeten zijn, een beetje droger. Laatste dagen. Hi boy, meteen naar Soffer. Vandaag is 8 dagen. 8 dagen denk ik, precies 8. Dan ben ik verlost. Dan kan ik eindelijk slapen en McDonald's eten. Ik train met mijn vader. Ik moet begrijpen, het is mijn vader. Maar in de gym, mijn coach. In de gym zijn we helemaal anders dan hoe we thuis zijn. Mijn vader en ik vechten heel veel in de gym. Backvechten in de gym, omdat, ja. Zo is het eigenlijk tussen een coach. Een coach gaat je altijd pushen verder dan je eigenlijk zou willen gaan. En dat is nodig. En persoonlijk vind ik, ik hou ervan hoor. Ik vind het geweldig dat ik kan zeggen dat mijn vader mijn coach is. En er is niets beter dan de band dat je hebt als zoon met je vader. En je kan dan in de gym met hem trainen. Dat soort dingen maken die band tussen vader en zoon alleen sterker. Je gaat het ook direct zien in de gym. Ik voel me vreselijk trots om met mijn vader naar binnen te lopen. En te zeggen van ja, dit is mijn vader. Veel mensen vragen, is het je broer? Is het je neef? Nee, het is mijn vader. Voor mij is het een heel bijzonder gevoel om te kunnen trainen met mijn vader. Veel mensen weten dat niet, maar er gaat heel veel eten gepaard met je lichaam in shape krijgen voor een wedstrijd. De meeste van ons beginnen allemaal als, ik ga niet zeggen dik, maar in vergelijking met wat we zijn op het podium, zijn we wel dik. We beginnen met een body fat percentage van ongeveer de meeste van ons, hoor, tussen 8 en 10-12%. En op het podium zijn we sommige van onszelf 3% body fat. Dus het neemt aardig wat tijd, aardig wat planning, aardig wat voorbereiding en heel wat discipline om dat te kunnen bewerkstelligen. En het dieet is het belangrijkste wat dat betreft. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.